We beginnen deze dag met een prachtige bemoediging van koning David. In Psalm 25, vers 3 schrijft hij: niemand die in God gelooft en op hem vertrouwt, zal in hem teleurgesteld worden. Het is alweer een paar jaar geleden dat ik plotseling die Duitse sticker zag. Met grote letters stond erop gedrukt: God speelt geen enkele rol in mijn leven. Even was ik verward over de betekenis van deze tekst. Maar toen las ik de kleine lettertjes. Hij is de regisseur. Op dat moment wist ik dat ik een boek zou schrijven met dezelfde titel. En dat werd een geweldige bestseller. Helaas speelt de Almachtige God nog veel te vaak wel een rol in ons leven. Wij laten ons denken en doen beïnvloeden door de tijdgeest en we menen het draaiboek van ons leven zelf te kunnen schrijven. We worden van alle kanten aangespoord om de manager over ons eigen bestaan te zijn. Om met vooruitziende blik onze eigen toekomst ter hand te nemen door middel van levensloopregelingen, wilsbeschikkingen en euthanasiewetten. We worden verleid om al onze energie te stoppen in het verwezenlijken van onze idealen en het vervullen van onze persoonlijke levensdoelen. Op krampachtige wijze proberen we het leven maakbaar en vooral beheersbaar te maken. Het gebeurt dan ook nog wel eens dat mensen vervolgens zeggen dat ze in God teleurgesteld zijn. Maar eigenlijk zijn ze niet teleurgesteld in God, maar in het beeld dat ze zelf van God gemaakt hebben. In Jesaja 45, vers 16 staat dit: allen die beelden aanbidden, zullen worden teleurgesteld en zich diep schamen. Als je God een rol laat spelen in het script dat je zelf geschreven hebt, dan aanbid je een God die je zelf hebt geschapen. En dat is vragen om teleurstelling. Het is daarom van groot belang dat je de rollen omdraait. En dat je God gaat vertrouwen door hem te vragen de regisseur van je leven te worden. Ook al begrijp je zijn wegen niet altijd.